De politie heeft woensdagmorgen vanaf 6 uur onder leiding van de rechtercommissaris invallen gedaan op 13 locaties in Eindhoven en Veldhoven. Daarbij werden 13 aanhoudingen verricht. 10 mannen uit Eindhoven, variërend in de leeftijd van 22 tot 51 jaar, een 37-jarige verdachte uit Veldhoven en 2 Oostenrijkers van 32 en 34 jaar oud. De verdachten zijn allemaal in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Bij de invallen is harddrugs gevonden. De politie Brabant Zuidoost deed de afgelopen tijd onderzoek naar een groepering die zich in de regio bezig zou houden met de handel in harddrugs. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de invallen van woensdagmorgen. Er werd een aantal kilo harddrugs en enkele duizenden pillen aangetroffen. Ook werd hennep aangetroffen en in een garagebox 2 vuurwapens met munitie. Verder werden aanzienlijke geldbedragen en 4 personenauto's in beslag genomen. Lees donderdag meer in het ED.